Ja, als ik het in één woord zou moeten zeggen, mist af en toe heel erg moe en mist in mijn hoofd. In een relatie die op dat moment niet lekker liep. Werk waar heel veel gevraagd werd van me. Ik zat op een zondagavond thuis. En op het moment dat dan de gedachte door je hoofd gaat, je kan er zo vanaf zijn, het is 4 hoog. Dit is gewoon echt niet goed. Die avond had ik een afspraak met een vriend van mij, die stond dan. Je hebt toch ook een burn-out gehad? Waar ben jij toen geweest? Nou, toen vertelde hij over Unlimited People. Woensdag was dat ik belde. En eindelijk iemand die luisterde. Doe maar iets met me, maar het moet de andere kant op. En dat je dan naar buiten loopt en denkt van... Oké, ik weet niet wat er verder nog komen gaat, maar dit was in ieder geval al goed. En hij zei, nou, ik ga je vragen om iets heel moeilijks te doen. Wat je nog nooit, het moeilijkste wat je in je leven hebt gedaan. Ja, loslaten. Of mensen me wel of niet aardig vinden. Ja, het loopt even niet zoals dat je wil. Oké, laat het dan maar los. En wat me ook te binnen schiet. Ik ga even lekker van de hak op de tak erin. Maar... En jou kan ik hebben, jou kan ik hebben, jou kan ik hebben, jou kan ik hebben. Hij zegt, herken je dat? Ik zeg, ja, ik zeg, dat herken ik wel. Altijd aan het inschatten, zorgen dat mijn rug gedekt is. Hij zegt, ja, hij zegt maar... Het is geen oorlog, maar dat hoeft niet. Het is een verdedigingsmechanisme. Dat zie je, dat kan ontstaan zijn in de eerste 6 maanden van je leven. Van maand 3 tot 6, door omstandigheden, is mijn moeder er niet veel kunnen zijn voor mij. Een baby aan een aantal basisbehoeften, daar moet in voorzien worden. En dat is liefde, voedsel en veiligheid. Nou, en die waren er dus niet voor jou op dat moment. En daar heb jij een strategie in ontwikkeld. Alleen die heb je nu nog steeds. Je kan niet elke week komen en dan gaan absorberen. Als je er vervolgens niks mee doet, ja, dan is het leuk geweest voor die momenten. Wat moet ik nu doen dan? Ga maar naar huis. Ja, en dan? Ga maar op stoel zitten. Ja, en dan? Nou, niks. Ik ben in die eerste week bewust naar het stadsarts in Zoetermeer gegaan. Op het terras gaan zitten. Midden op het terras. Dus met een niet gedekte rug. En er gebeurde niks. Ja, dat is logisch. Er gebeurde ook niks. Behalve dan dat ik wist van, oké, ja, het is ook helemaal niet nodig om zo te gaan zitten met je rug naar de muur. De mist is inmiddels opgetrokken en soms zit hij er best nog wel, natuurlijk. Het is niet zo dat je, in ieder geval voor mij geldt dat niet, dat het nou een en al een rozige maneschijn is. Je hebt nog steeds je ding, alleen je kan er beter mee omgaan.